Ja, Lucas en Kober, aan jullie de eer om als eerste hier te mogen zitten. Toch wel een beetje spannend, hè? Ja, zeker. Ik kan me wel voorstellen. Hoe is het met jou, Kober? Goed. Hoe oud zijn jullie nou? Ik ben 13 en hij is 11. En jij speelt al tenorsax? Dat is best een groot instrument, toch? Op jouw leeftijd. Ja, niet veel mensen spelen dat. Meestal beginnen kinderen met alt te spelen. Ik ben ook met alt begonnen, maar ik ben redelijk snel overgeschakeld naar tenor. Omdat ik het een mooiere klank vond. Je bent er lekker vroeg bij. Nou staan jullie hier eigenlijk al een beetje op het hoofdpodium, hè? Zo'n belangrijke wedstrijd gewonnen. Polar heet jouw stuk. Waar gaat het over? Ja, het gaat over hoe ik mij voelde in de coronaperiode. Ik voelde mij enigszins heel sip en verdrietig. Maar ik heb besloten om dan meer te gaan saxofoon te spelen en gaan componeren. En dat was toch een lichtpuntje in de duisternis. Heel goed. Je hebt je coronaperiode goed gebruikt, zeg maar. Heel goed. Ik wens jullie heel veel succes. Jij ook, want jij gaat drummen, hè? Zet hem op. Thank you.